Goeiedag. We hebben in Nederland al enige tijd te maken met rustig najaarsweer. Maar de bewolking had wel vaak de overhand in Nederland en de zon had het van tijd tot tijd echt wel behoorlijk lastig. Maar daar gaat in de loop van het weekend geleidelijk wel wat verandering in komen. Het rustige weerbeeld hebben we te danken aan hoge drukgebieden. En die hoge drukgebieden die blijven de komende tijd ook best wel behoorlijk dominant in ons weerbeeld. Sterker nog, er komt een hoge drukgebied vanaf de Noordzee geleidelijk steeds verder onze kant op. En hier profiteren wij in het weekend van. De zon gaat in de loop van het weekend namelijk vaker schijnen. In de loop van zaterdag zal het al gebeuren. Maar zondag wordt echt een zonovergoten dag in Nederland. Met veel zonneschijn en weinig wolken en ook weinig wind. Eerst maar even het plaatje voor deze zaterdag erbij pakken. De zaterdag gaat wel grijs van start met veel bewolking. Maar in de loop van de dag zien we geleidelijk wel dat de zon steeds meer terrein gaat winnen. Behalve in het zuiden. Daar kan het echt wel enige tijd duren voordat de zon hier gaat schijnen. De temperaturen variëren van 12 graden in het noorden tot lokaal 14 graden in Zeeland. En er staat weinig wind uit het oosten tot noordoosten, windkracht 2 of windkracht 3. Ja, dan de zondag. Dat wordt echt een prachtige najaarsdag met veel zonneschijn. Maar de dag gaat wel koud van start met temperaturen die tijdens de vroege ochtenduren dicht bij het vriespunt liggen. Maar met veel zonneschijn gaat de temperatuur uiteindelijk oplopen naar 11 tot 13 graden. Ook maandag nog een schitterende najaarsdag met veel ruimte voor de zon, hooguit wat sluierbewolking. Maar vanaf dinsdag zien we geleidelijk wat meer wolkenvelden over Nederland trekken. Maar voorlopig blijft het wel rustig najaarsweer met temperaturen rond een graad of 12. Goed weekend en tot de volgende keer.